denk aan haar en zij denkt aan mij. Jij bent te druk naar de zwart, ze me zei. Ze wil met me shoppen en samen uit eten. Wil naar de bios en wil met me daten. Maar ik wil muziek en geld op de bank. Al mijn fans die wachten al lang. Ik wil een toekomst opbouwen met haar. Twee kids, een huis met een tuin aan het water. Hond of kaart, wat jij wil. Maar blijf nou niet staren, want dan word ik stil. Doe dit voor ons en werk dus hard. Want ik hou van jou met heel mijn hart. Ik neem je mee. Neem je mee op reis, neem je mee naar Rome of Parijs. Ik lijk me slim op voel, doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ey, 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 ey. Ik neem je mee, ey, 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 ey. Ik neem je mee. Bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg maar wat je wil. Neem je mee op reis, neem je mee naar Rome of Parijs. Ik lijk misschien wel cool, doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ey, 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 ey. Ik neem je mee, ey, 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 ey. Ik neem je mee. Gers Pardoel met Ik neem je mee. En ja, ik zwaai even naar de band. Hey, top dat jullie er waren. Bedankt voor jullie komst. En nou, heel veel succes. De band Proper Outfit verlaat de studio. En we gaan ongetwijfeld nog veel, veel van ze horen. Heb ik zo het vermoeden. Denk jij nu van, nou, ik wil daar eigenlijk wel meer informatie over hebben. Over die band. Misschien om ze een keertje live te zien. Dan kan dat. En dat doe je dan gewoon via de website. En dat is properoutfit.com of .nl. Nou, nu ben ik het vergeten. Probeer het maar gewoon. Dan zal je er ongetwijfeld achter komen. Het is tijd om aandacht te gaan besteden aan het leukste dorp van Overijssel. Het is vandaag precies een week geleden dat Bert en ik de 9 finalisten bekend hebben gemaakt. Dat was een spannend moment, of de 9 halve finalisten zijn het eigenlijk. Deze hele week ontvangen wij mensen uit het leukste dorp van Overijssel. En vandaag is dat de band. De band, ja, sorry. Ik zit nog zo met dat band in mijn gedachten. Vandaag is dat het dorp. Rob Lonneker, goedemorgen. Goedemorgen. Kom even naar de blauwe microfoon toe. Goedemorgen. Jullie mogen jezelf voorstellen. Rob Siepes. Judith Ikkerink, dorpsvertegenwoordigster. Mirko Berging. En Dunja van Doorn. Nou, gezellig dat jullie er zijn. Nou, we beginnen met jou. Judith, pak de microfoon maar even. Anders dan horen we je heel zacht op de achtergrond. Hoe reageerde je toen je hoorde dat Lonneker door was? Ja, super natuurlijk. Ik had het eigenlijk niet eens zo 1, 2, 3 verwacht. Want ja, we hadden ons opgegeven, meer voor de flauwekul. Het was een beetje een uit de hand gelopen grap. En ja, ik wou stemmen en dat kon niet op Lonneke. Dus ik heb Lonneke toen opgegeven. Ja. En vervolgens werd er actief gestemd door verschillende bewoners en mensen die ik kende. En zo werden we gebeld door TV Oost van, goh, mogen we bij jullie een opname maken een dag? Ja, dat kan. Toen moest er wel op de hele korte termijn van alles geregeld worden. Maar ja, goed, dankzij de inzet van iedereen is dat volgens mij goed gelukt. Ja, want dat was inderdaad een prachtige uitzending. En wat toch ook wel erg lekker was, was jullie lokale specialiteit, namelijk de draadnagels. Ja. Het mooie was dat die hier. Oh, daar heb je ze weer. Ja, we hebben ze. Wat goed. De hele studio praat erover, dus die konden niet ontbreken. Ja, het mooie was, kijk, ik ben vegetariër, dus ik eet geen draadnagels. Ja, helaas. Ik moet zeggen, ik heb er echt een half uur aan lopen snuffelen, want wat ruiken die dingen goed, zeg. Ja, ze zijn niet voor niets de kampioens was, hè? Ja, inderdaad. Dikke zeggen. Dat is een award-winning worst, om dat zomaar eens te zeggen. Ja. Het leuke is dat Bert van Losser, die er helaas niet is deze week, die zei van...
Nee, dat is zeker geen vegetariër. Maar hij zegt, nou, ik Ben, we bewaren er één voor jou, hoor. Die zei, ik hou niet van dreugenworst. En het mooie was vervolgens dat hij een hapje draadnagel nam. En maar bleef. Hij heeft gewoon 4 achter elkaar heeft hij in zijn mond gepropt. En hij is een half uur onder de indruk geweest en stil geweest. Hij vond haar ook erg lekker. Dus ik kan ze iedereen aanraden, die draadnagels. Nou, we gaan jullie eens eventjes flink promoten. Want wat maakt Lonneker nu het leukste dorp van Overijssel? Nou, het Lonneker, het mooiste dorp van Overijssel is met name dat het gewoon het groene hart ligt tussen al die grote steden. Ja, het Enschede, is Hengelo en Oldenzaal. Hè? En als ik nu wil wandelen bij jullie, waar moet ik dan zijn? Lonnekerberg. De Lonnekerberg? Ja, dat is een supermooi gebied. Oké, okay. Nou, dat is een mooie tip. Hey, en, Westbelo. En, ik zit eens even te denken, een tijdje terug was Lonneker ook in het nieuws. Want jullie hadden zo'n mooi ouderwets urinoir hadden jullie staan op het plein. Dat hebben ze jaren geleden weggehaald en dat is nu teruggeplaatst, hè? Dat is nu teruggeplaatst. Tijdens de uitzending was hij nog niet teruggeplaatst, maar hij staat er nu. Oké, en dat is iets bijzonders mee gebeurd. Ja, hij staat er nu en nu wordt het een kunstobject en daar zijn ze mee bezig. Een kunstobject? Ja, dames en heren, maak van uw urinoir een kunstobject. Maar dat is niet de enige kunst in Lonneke natuurlijk. Nee, we hebben een jaarlijkse kunstroute. Dat is gewoon een superroute. Die loopt door heel Lonneke en de omgeving. En dan zie je allemaal verschillende kunstenaars die daar objecten plaatsen die je kunt bekijken. Oké, okay, nou dat klinkt erg leuk. En natuurlijk ook veel galeries, hè, bij jullie in Lonneke. Ja, wel heel veel. Volgens mij een stuk of 3-4. Ja. Zo. Ja. Ja, dat is inderdaad dat is best wel veel. En jullie dorpskern vind ik nu altijd zo sfeervol. Absoluut, dat is een van de mooiste plekjes volgens mij in de omgeving. Ja, een echte kern. Ja. Is er nog iets wat je zegt van, nou, dat moeten we toch eventjes noemen? Dat is misschien iets dat mensen niet over Lonneker weten, maar dat wel erg leuk is om nog even te melden? Ja, wat volgens mij leuk is en niet iedereen weet, is dat in 1934 Lonneker de stadsrechten had. Ja. En ze moest, maar ook heeft afgestaan aan de gemeente Enschede. En het mooiste daarvan is dat we uiteindelijk daardoor toch nog wel het mooiste dorp zijn gebleven. Ja, kijk. Ja, dat is leuk, ja. Dat is leuk. Zo dicht bij Enschede en ook zo die eigen identiteit. Tenminste, dat is wat ik altijd bijzonder vind aan Lonneker. We gaan zometeen naar jullie lokale specialiteit toe, de draadnagels. Maar ik zie dat jullie ook een pan hebben meegenomen. Ik ben heel benieuwd wat er in die pan zit. En vooral of ik het kan eten, want zo ondertussen heb ik best wel een beetje trek. Jullie hebben muziek uitgekozen. Wie gaan we horen zometeen? Nou, wij hebben een hele goede artieste in Lonneke die met X-Factor in 2010 de tweede plaats heeft behaald. Zo. En dat is Maaike Vos. En van haar wordt er een heel mooi nummer gedraaid. Dames en heren, een prachtig nummer. Want Maaike heeft namelijk samen met de band Enorm een liedje opgenomen. The Fields of Gold. Het is een cover van Sting, maar deze mag er ook zeer zeker zijn. En voor de duidelijkheid, dit talent komt dus uit Lonneke. Walking feet of gold.
hoorde je van Enorm in samenwerking met Maaike. Dat is natuurlijk Maaike Vos. Zij komt uit Lonneker en dat is het dorp dat zich vandaag mag presenteren. Dat hadden jullie natuurlijk al wel gedaan tijdens de grote uitzending die we bij jullie hebben opgenomen. Maar jullie zijn nu natuurlijk alweer een stapje verder, namelijk in de halve finale. Dus het is de tijd voor om jullie promotiepraatje te doen. En je krijgt daar precies een minuut voor. Dus laat maar weten als je er klaar voor bent. Ik ben er klaar voor. Jij bent er klaar voor? Nou, dan zet ik je microfoon even open, dat we ook wel werken. En de minuut gaat nu in. Nou, daar komt het verhaaltje van Lonneke. In ieder dorp kent men een saamhorigheid, een kerk en een voetbalvereniging. Ook dat heeft Lonneke. Maar wat Lonneke nog meer heeft en ons dorp uniek maakt, is een vliegveld, een golfbaan en nog andere veel leuke activiteiten die het dorp gezellig maken. Kortom, Lonneke is gewoon leuk, gezellig en een mooiste dorp van Overijssel. Heb je zin in een grote finalefeest op vrijdag 28 september? Stem dan maar op ons mooie Lonneke. Per e-mail kan het 1 keer gestemd worden. Heb je en meer, stem dan ook op ons. We willen iedereen ook hartelijk danken voor de uitgebrachte stem. En www.leukstedorpvanoverijssel.nl. Stem op Lonneke. Ja, goed zo. Nou, en raam binnen de tijd, joh. Je hebt nog 20 seconden over. Het is niet te geloven. www.leukstedorpvanoverijssel.lonneke. Juist, ja. Dus dames en heren, ga er naartoe als jij denkt van, nou, Lonneke verdient mijn stem. Dan weet je dus dat op die website kan. Nou, gezellig dat jullie er waren. Ja, Bert Eefstink, jij komt op een goed moment binnen. Ja, want ja. Jij was natuurlijk te zien toen in die tv-uitzending. Nou, niet in de tv-uitzending. Ja, zijdelings, ik was daar als radioverslaggever. En er is niks leukers dan in Lonneker als radioverslaggever zijn. Want je bent overal, sta je een beetje buiten. Je hoeft niet nadrukkelijk in beeld te zijn. Maar ik heb een uiterlijk gemoedelijke dag gehad. Ik heb alles vanuit het plaatselijke café gedaan. Ja. Ik ben er eigenlijk in een straal van 20 meter ook niet meer vandaan geweest. Ik heb iedereen die kant op laten komen. Zelfs Dennis ten Verger is die kant op gekomen. Ik heb een heerlijke dag gehad in Lonneke. En ik moet natuurlijk onpartijdig blijven als verslaggever. Maar ik kan wel zeggen dat Lonneke wel... Nou, mijn hart heeft gestolen die ochtend en die dag. Omdat het gewoon ongelooflijk gezellig was. En het is echt een dorp in de zin van een dorp. Er is een kerk, er is een kroeg, er is een pleintje. Er staat een muziektent, zoals het gewoon hoort in een dorp. En een fantastisch theehuis, laten we natuurlijk ook. En dat vond ik echt heel, heel erg fijn. Er is geen cultuurhuis waar we aandacht aan moesten besteden. Dat gebeurt gewoon vanuit de kroeg daar, zoals het hoort. Dus nogmaals, ik moet onafhankelijk blijven. Maar als het aan jou lag, echt wel even een stukje in mijn hart veroverd. Echt een heel leuk dorp. Nou, en een stukje in je holle kies misschien wel. Nou ja, en nog heel even. Draad nergens. Het mooie was inderdaad ook, want ik kwam daar 's morgens eraan in Lonneker. En nou, er was nog niet al te veel te beleven, eerlijk gezegd. Dus ik ging daar zeg maar met mijn radiowagentje, zet ik dan neer. En toen heb ik zeg maar, ik kreeg eigenlijk te horen van, nou wat was dan het, ja vroeg mij, wat is het plaatselijke specialiteit? En toen werd er gezegd, ja dat was dan de bal van Willemien, hè? Dat was een gehaktbal, dat zou ongelooflijk lekker zijn en zo werd er gezegd. Dus ik heb op de radio een oproepje gedaan van, nou Willemien, mocht je luisteren, zorg dat ik dan dat je de bal zeg maar zo snel mogelijk naar mij toe brengt. Ik had het nog niet gezegd, of het mens stond al naast mij. Heerlijk, en hier staat de bal wederom. Ah. Dan moet ik zeggen, je hebt een redelijk zware avond achter de rug om gelijk met een gehaktbal te beginnen. Is, ja, dat gaat jou wat ver. Het smaakt wel. Hij is echt superlekker. Die is zich door die bal aan het worstelen, maar je bent echt aan het smullen. Hè? Ik ga wel winnen, denk ik. Ja, ik ben hier als vegetariër gewoon lekker de draadnegels aan het vouwen. Ja, de en er lekker aan het snuffelen, want ach, wat ruiken die toch.